Ik ben Simon Danieu, ik werk in Herselt en ik ben tekenaar. Vanaf jongs af aan, denk ik, van zover dat ik me kan herinneren, van toen ik kleuter was en dan vanaf mijn 6 tot mijn 18e ben ik naar de kunstacademie geweest. En dan ook veel autodidactisch en dergelijke. Toen heb ik nog een periode gehad dat ik vaak uitging, maar toen heb ik echt honderden en misschien wel duizenden bierkaartjes volgetekend. Dus het is eigenlijk nooit aan het slabakken geweest. Er is altijd een constante geweest in mijn leven van tekenen. Maar dat is wel geëvolueerd. Dat is nu van alles. Van actualiteit tot wat pop art, tot muurschilderingen. Dat is ook een tijd geweest. Dat doe ik ook enorm graag. En dan hier in de gemeentelijke werkhal heb ik een muur mogen volschilderen. Dat was ook wel leuk. Tekeningen in het buitenland, op reis. Dat is altijd plezant. Dat ik daar kan tekenen of mag tekenen voor mensen. Ja, ik heb in de lockdown veel van die corona getinte pandemic en quarantaine cartoontjes gemaakt. En, wat ik ook wel heel plezant vind zijn tatoeageontwerpen en zo, dat doe ik ook voor kameraden. En dat vind ik, dat kan ik me wel in uitleven. Het is nooit niet te laat, denk ik. Dat kun je altijd wel leren, denk ik, als je er de interesse voor hebt. Ik heb zelfs ooit, denk ik 2013 of zo, heb ik een tentoonstelling gedaan. Aarschot gestript worden met Jan Bosgaard en dergelijke. En toen heb ik een workshop gegeven aan kinderen van tekenen. Dat ging dan vooral over superhelden en dergelijke. Maar als er interesse er is, dan doe ik dat wel. Ik heb nu zo'n kunstenaarsstatuut en dan kun je hier en daar wel wat betalende opdrachten. Maar vooral is dat voor vrienden, kennissen en voor mijn eigen te amuseren ook eigenlijk. Want ik kan mijn eigen te ontzettend in het uitleven. Ah, wel, nu ga ik dat heel rap moeten doen, maar normaal zit ik daar wel een koppel uur aan. Je begint in potlood, alleen je moet eerst wel een idee hebben, je begint in potlood, dan in inkt en kleuren. Alleen dat zijn de plezante dingen, maar daar kan in sommige tekeningen, dat hier liggen, daar zijn we wel makkelijk 3 à 4 uur mee bezig. Maar één keer dat je daarin zit, de tijd vliegt dan wel.